De oorlog is, ja, dat is iets wat we nooit mogen vergeten. En ik weet zeker dat als jullie na morgen of na vandaag hier langslopen, dat je op een andere manier hier langsloopt dan dat je ervoor deed. Dit is namelijk gewoon een hele bijzondere plek geweest. Hier op de dijk waren ook nog twee van die tankversperringen. En zo konden de Duitsers in ieder geval met hun tanks hier niet over de dijk komen om Spakenburg te bereiken. En Daphne die heeft een heel mooi gedicht gemaakt over de schietbaan in Amersfoort. He, want we hadden dus hier heel dichtbij ook nog eens een kamp, Kamp Amersfoort. En er zijn ook mensen uit Bunschoten-Spakenburg naartoe gebracht. En we zijn daar ook in november geweest. Daar gaan we elk jaar ook met de klas naartoe. En daar hebben we ook, dat is heel indrukwekkend, die hele schietbaan, 50 meter lang zijn we afgelopen. En aan het eind staat er ook een standbeeld. En die standbeeld, die man, die geeft weer, ja, de laatste momenten van zijn leven van, ja, ik word doodgeschoten en dit is gewoon de laatste dag dat ik hier op aarde ben. Daphne. Ik zie jou daar staan, bang en met lelijke kleren aan. Je ziet wat bleek, want je wordt zo neergeschoten. En kijk, om wie je mag schieten, hebben ze geloten. Nu sta jij daar van angst te beven, want vandaag is het eind van jouw leven. Ik word wakker van de angst. Gelukkig, het was maar een droom, maar ik was wel op mijn bangst. Ik verbeeld me dat ik daar zou staan, bang en verlegen op de schietbaan. Ik ben blij dat de oorlog voorbij is gegaan, want ik zou daar echt nooit willen staan. Het was koud, winterskoud. Mevrouw Veldhuizen is op weg naar haar vriend, op Eemdiek, met eten onder haar jurk. Ze lijkt zwanger, maar dat is ze niet. Ze heeft varkenspoot onder haar jurk. Haar vader had een varken geslacht. Ze was bang dat ze werd doodgeschoten en verkracht. Maar ja, het moest voor haar vriend. Die leeft in honger. Oh nee, daar komt ze bij de Duitse wachtpost. De Oostdijk was omringd door allemaal Duitsers. Het was eng, heel eng. Maar ja, het moest voor haar vriend. Gelukkig lieten ze haar lopen en kwam ze veilig aan op Eemdiek. Dat was een stuk uit het leven van mevrouw Veldhuizen. Dan gaan we nu over op het symbolisch overdragen van het monument. Dat heeft groep 8 een heel jaar lang zeg maar geadopteerd. Dat wordt nu overgedragen op de nieuwe groep, want groep 8 gaat straks van school af. Dus dit mooie bloemstuk gaat eerst nu in handen van twee kinderen van groep 7. Oké, groep 7 neemt nu de krans of het bloemstuk over. Het zijn Bastiaan en Stephanie uit groep 7. Het is nu, jongens, dat groep 7 zorg moet dragen voor dit monument. Dus we zullen nog een keertje teruggaan om te kijken hoe het er ook bij staat. Ik wil de bijdrage van groep 7 nu even aankondigen. Ik wil even naar voren Amber en Simone. Amber en Simone hebben beide een eigen gedicht geschreven. Allereerst gaat Amber. Amber heeft het gedicht geschreven vanuit een Joods meisje. En het Joodse meisje dat maakt eigenlijk heel veel angst door. En hoe het eigenlijk gebeurt met haar en hoe het afloopt, dat zal Amber jullie zelf vertellen. Het verhaal van een Jood. Ik ben een meisje en een Jood. Het is oorlog en alle Duitsers willen me dood. Het begon allemaal met een ster. Wat lijkt die tijd alweer ver. Maar nu gooien ze al met bommen en granaten. Tweede Wereldoorlog. Wij denken hier nu aan de Tweede Wereldoorlog. Sommige mensen herinneren het zich nog. De kinderen daar hadden bijna geen leven. Ze waren alleen maar van angst aan het beven. Als wij niet door de Engelsen en de Amerikanen waren bevrijd, waren wij Duitsers voor altijd. Wat is het goed dat jullie je daarin verdiepen. Dat je dit monument ook verzorgt met elkaar. En dat jullie het verhaal vertellen, want dat is zo belangrijk. Het is een hele nare gebeurtenis. We willen helemaal geen oorlog. En toch moeten we erover nadenken en over praten. Ik hoop dat jullie later, als jullie kinderen krijgen, die dan misschien hopelijk ook weer zullen gedenken, zullen vertellen van oorlog hoe vreselijk dat is. En dat we dat nooit, nooit meer willen.
Ik dank jullie, ook namens het gemeentebestuur, voor jullie inzet. Dankjewel. Dan willen we nu allemaal 1 minuut stilte houden en denken aan al die mensen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog.